Ja. Groot applaus voor deze heren. Is alles goed gegaan onderweg? Alles goed gedaan, heel fijn. Nikos, pas op, er komt een koets aan. Ah, jongen, leuk met jou. Thijs. Thijs, hoe is het met de gaten in de optocht? Ik probeer ze te verkopen. Moet even daar kijken. Dat zijn de mensen thuis. Die zwaaien naar ons. Hoe is het met de gaten, Thijs? Ja, ik probeer ze te verkopen, maar... Vissen? Een lichtvis. Deze is lief, mensen. Deze is lief. Maar daar met die tandjes. Uh-oh. Ahoy! En hier rijdt de tijdmachine. Die is zoals gezegd een beetje ontploft. En u weet, meneer Valdes heeft de stad Leiden belegerd. Zelfs van een intelligente lockdown. Alhoewel ik het intelligente er nog niet een fijn 3 oktober! Een fijn 3 oktober! Het eerste echte gat van de optocht. Europa. Hey, nog een vraag. Hoe komt Leiden aan haar naam? Nou, vertelt u maar. Ook weer allemaal wetenschapsvraagstukken hier uitgebeeld op de praalwagen. Ik hoor de zoen van een van mijn. Alles gaat goed. Ik doe hem 364 dagen per jaar, Jeroen. En twee dagen per jaar meneer Weijer. Ja, dat hoorde ik. Jawel, en de volgende vrouw. Kijk maar, en als je een beetje jokt, als je niet de waarheid vertelt, dan krijg je een hele lange, heel goed, een hele lange neus. En ik zie denk ik hier de winnaars ook van de... Van de jokkerslijn, jawel. Ja. Kijk eens. Ja, ik zag al... Jaide over hele hoge stelte. Wauw. Ik zou nog een rondje doen hoor. Hey, ik zou nog een rondje doen, jullie rennen zo hard voorbij. Nog meer Circus Miloko. Dansen met Jansen. Dansen met Jansen, ah, zo werkt het. Dat gaan we straks doen. Ik doe het op zijn Frans. Ik had dat ook gezegd. Auto. Nog één keer die sirene, wacht af. Je mag een klap tegen zwaaien hoor mensen. In het oorspreker van Joop is in ieder geval. Zo hoort.
dat. Zorg bedankt. De optocht van de 3 oktober vereniging. Ik wil jullie heel hartelijk danken voor jullie komst. Maar we gaan nog even een drankje doen, maar niet voordat we heel hard voor elkaar applaudisseren. En nog één keer juichen voor al die vrijwilligers, voor al die mensen die hebben gezorgd dat wij hebben kunnen kijken naar deze prachtige optocht. Dank jullie wel! Tot volgend jaar!